Universiteit van Nederland. Legt uit. Waarom krijg je buikpijn van stress? Je kent hem misschien wel. Je hebt een belangrijke deadline, een presentatie of een examen. Misschien sta je al in een opnamestudio. En dan buikpijn. Op stressvolle momenten spelen je darmen vaak op. Dat kan leiden tot buikpijn, maar ook tot obstipatie of diarree. Dat stress buikpijn geeft is eigenlijk heel logisch. Stel je voor je leeft 100.000 jaar geleden en je loopt in een bos, je bent verdwaald. Het is donker, in de verte hoor je roofdieren. Dat geeft stress. Stress leidt ertoe dat je zintuigen veel scherper zijn. Dat betekent je ziet alles goed, je hoort alles goed, je voelt alles. Dus ieder takje dat beweegt, dat merk je. En op dat moment gaat je lichaam klaarstaan. Je bent paraat om te rennen of om te vechten. Wat er dan gebeurt, het bloed gaat voornamelijk naar je spieren. En er gaat dus minder bloed naar je darmen. En als je net daarvoor gegeten hebt, hebben je darmen ook bloed nodig. En dat kan klachten geven, tot zelfs pijn. Maar ook de zintuigen van binnen worden extra geactiveerd. Zenuwen veroorzaken pijn doordat ze prikkels ervaren. Je darmen zitten vol met zenuwen en die gaan meer voelen. En dat kan ook tot buikpijn leiden. Buikpijn, pijn in het algemeen, is eigenlijk een subjectieve emotie. Dat betekent dat we niet kunnen meten, we kunnen alleen maar mensen vragen, ervaar je pijn? En pijn ontstaat eigenlijk ook pas in de hersenen. En dat komt omdat de prikkels wel uit de rest van het lichaam komen, van zintuigen, van je ogen of je buik. Maar de hersenen bepalen of de prikkel pijnlijk is, niet pijnlijk is of misschien zelfs als prettig ervaren wordt. Stel bijvoorbeeld, je bent op een feest en er komt een familielid binnen. Heb je lang niet gezien en je bent blij die persoon te zien. Die persoon komt enthousiast naar je toe en die geeft je een behoorlijke tik tegen je schouder. Vriendschappelijk. Die tik kan best wel een stevige tik zijn, terwijl die eigenlijk als prettig ervaren wordt en niet pijnlijk. Stel, je bent in een andere situatie. Je bent angstig en er komt iemand naar je toe die misschien kwaadwillend is. En die geeft precies dezelfde tik op je schouder. Die tik heeft een even sterke prikkel, maar de hersenen zeggen dat die tik pijnlijk is. Dus je ervaart pijn. Buikpijn gaat meestal gepaard ook met andere klachten. Onder andere die te maken hebben met darmbewegingen. Het bijzondere is van de darm is een lang orgaan en die kan bewegen. Dat betekent dat die spieren heeft. Die spieren zijn wat anders dan de spieren in de rest van je lichaam. Het zijn namelijk autonome spieren. Dat betekent dat ze zelfsturend zijn. Een arm, die kun je aanspannen. Een darm kun je niet bewust aanspannen. En desondanks, als er prikkels zijn en bijvoorbeeld buikpijn ontstaat, gaat die darm wel bewegen. Die gaat reageren op de prikkel. Door die bewegingen wordt de prikkel uit de darm verwijderd. Je krijgt misschien diarree. Het andere kan ook gebeuren. De darm kan ook juist stil komen te liggen of stiller worden, waardoor je obstipatie krijgt. Van één van de mechanismes weten we nou precies hoe het biologisch zit, hoe stress uiteindelijk de zenuwen in de darmen activeert. Zoals net gezegd, begint stress in de hersenen. En de hersenen sturen het lichaam aan via zenuwen, maar ook via hormonen. Er zit hier een klier die hypofyse heet. De hypofyse wordt aangestuurd direct door de hersenen en maakt hormonen aan die uiteindelijk via de bloedbaan naar de bijnieren gaan. De bijnieren zijn twee klieren die aan de achterkant van de buik zitten, bovenop de nieren. En als die bijnieren geactiveerd worden, maken ze cortisol aan. En cortisol is een stofje dat als stresshormoon gezien wordt. En dat stresshormoon gaat via de bloedbaan naar alle organen, maar ook de darmen. En als het bij de darmen komt, weten we nou dat het specifieke zenuwcellen activeert. Die zenuwcellen noemen we gliacellen. En die gliacellen zitten op alle darmcellen. En die gliacellen worden geactiveerd door cortisol en maken stofjes aan. Die stofjes trekken ontstekingscellen aan. En die ontstekingscellen kunnen ervoor zorgen dat er ontstekingen ontstaan in het maag-darmkanaal. Ontstekingen en pijn gaan vaak hand in hand. Daarnaast kunnen ontstekingen ook ertoe leiden dat de spieren in het maag-darmkanaal worden geactiveerd, waardoor je diarree krijgt. Tot nu toe hebben we steeds gesproken over acute stress en de effecten daarvan op het maag-darmkanaal. Maar heel veel mensen tegenwoordig ervaren chronische stress. Door constante e-mailstroom op het werk, door deadlines die zich opvolgen, door sociale druk, de druk te moeten presteren. En die chronische stress kan ook leiden tot chronische buikklachten. Door beter te begrijpen hoe chronische stress tot buikpijn leidt, kunnen we deze grote groep mensen hopelijk in de toekomst beter helpen. Het kan mogelijk zo zijn dat als een patiënt met buikpijn naar de dokter komt en er sprake is van chronische stress, dat we beter die chronische stress aan kunnen pakken als oorzaak dan de buikpijn als symptoom. Doordat we de biologische mechanismen waardoor buikpijn ontstaat steeds beter begrijpen, zoals bijvoorbeeld de relatie tussen die gliacellen en een cortisol, kunnen we hopelijk in de toekomst nieuwe medicijnen ontwikkelen die daarop werken en uiteindelijk die buikpijn kunnen verminderen. Wat belangrijk is, zorg voor goede stressmanagement. Zet een keer extra je telefoon uit, ga op tijd naar bed of neem af en toe wat rust. Want één ding is zeker, stress kan zeker zorgen voor flinke buikproblemen. Mensen nemen een pil zonder werkzaam stofje en toch worden ze beter. Het placebo-effect, hoe werkt dat eigenlijk? Ik ben Andrea, gezondheidspsycholoog. En leg het je uit tijdens de volgende aflevering.